Een veilige leefomgeving inrichten is samen de juiste keuzes maken. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond adviseert aan de hand van 5 ontwerpprincipes om de risico's die zich in een gebied kunnen voordoen te verkleinen. We leggen deze principes uit aan de hand van een voorbeeld. Stel, een gemeente is bezig met de ontwikkeling van een nieuw gebied in de buurt van een waterstoftankstation. 1. Bronmaatregelen boven omgevingsmaatregelen. Omdat het waterstoftankstation al vergund en gebouwd is, is het niet meer mogelijk om bronmaatregelen te treffen. Hoewel dat het meest wenselijk zou zijn om het risico te beperken. 2. Afstand tot risico's. Door de rest van de bebouwde omgeving op voldoende afstand te plaatsen, wordt voorkomen dat bij een waterstofexplosie de bebouwing getroffen wordt. 3. Bouwwerken bieden bescherming. Er is in het gebied helaas onvoldoende ruimte om een veilige afstand te creëren. Daarom adviseert de VRR om de bouwwerken zo te ontwerpen dat zij bestand zijn tegen de gevolgen van een explosie. 4. Bouwwerken en omgeving maken vluchten mogelijk. Niet ieder bouwwerk kan zo worden ontworpen dat het bestand is tegen de effecten van een explosie. Daarom adviseert de VRR om het bouwwerk en de omgeving dusdanig in te richten dat aanwezigen van de bron af kunnen vluchten. 5. Effectieve hulpverlening. Natuurlijk blijft er altijd een risico dat het misgaat. Om dan effectief hulp te kunnen verlenen, is het van belang dat er in de omgeving zorg is gedragen voor de juiste blusmiddelen en dat het gebied goed bereikbaar is